Ja guys, welkom bij de review met vandaag een kijkje op Love and Monsters. Oké, het is tijd voor Love and Monsters. Eindelijk zijn we aangekomen bij nieuwe films, eigenlijk gisteren al. Dus ja, eindelijk kunnen we ook nieuwe films gaan reviewen en daar heb ik eigenlijk best wel hard naar uitgekeken. Want ik was het beu om alleen maar van die oude films te gaan reviewen die niemand nog boeit. En ik was klaar voor nieuwe films. Zoals deze. Ik wilde echt al heel lang Love and Monsters kijken. Maar ik wist gewoon puur dat als ik deze film ga kijken, dan gaan mijn oude reviews niet meer aan bod komen. Dus eindelijk ben ik er weer aangeraakt. En ik kan heel blij vertellen dat deze week enkel en alleen nog maar nieuwe reviews gaan online komen. Yes! Ondertussen zijn de films misschien wel wat ouder, maar ik heb de film recent gezien. Dat bedoel ik dus. Dat is nieuw voor mij. Dat is een werkpuntje voor 2021. Love and Monsters of Monster Problems is eigenlijk gewoon Zombieland met monsters. En toegegeven, dat is ook de beste manier om dit spektakel te beschrijven. Het heeft dan wel geen Woody Harrelson, maar het heeft wel Michael Rooker. En het verhaal is luchtig, het is grappig, maar het vertelt ook wel een best goede boodschap. En het verhaal is heartwarming met de verschijning van Boy. Toegegeven, naar het einde toe wordt het verhaal van deze film best wel wat voorspelbaar en cliché, maar nog steeds en zeker niet slecht. De uitvoering blijft voldoende. Verhaal 175 op 200. De personages zijn erg leuk. Boy en Joel hebben echt een geweldige chemistry met elkaar. Maar ook Minho en Clyde mogen aanwezig zijn. Zelfs iets meer als dat ze al waren. En ondertussen in de helft van de film gingen ze ongeveer weg. En dat vond ik oprecht jammer. Ik wilde meer van hun twee zien. Ik stem voor een spin-off film met die twee in de hoofdrol. Geef mij dat alsjeblieft. Voor de rest was er ook nog Aimee. En ik moet eerlijk toegeven, zij was het minste personage van iedereen. Haar storyline was gewoon minder interessant. Personages 170 op 200. De film ziet er erg leuk uit. De monsters zien er best wel grappig en prachtig uit. Het gebruik van gemuteerde insecten en dieren is heel erg goed gevonden. En de pacing van deze film is ook niet slecht. Hij gaat enorm vlot vooruit. Pacing en designing 125 op 150. De film op zichzelf is minder surprising. Vooral in het midden is hij best wel oké. Maar het begin en het einde, de derde act, zijn best wel cliché en best wel voorspelbaar. Surprisement 45 op 100. Ook Dylan O'Brien doet het enorm goed in deze rol. Het is echt een fantastische acteur. Ook Jessica Henwick, Michael Rooker en Ariana Greenblatt doen het enorm goed in deze rol. Vooral Ariana Greenblatt als een kleine kindacteur of actrice doet het enorm goed. Acting 135 op 150. De critics vonden dit oké, zij geven het een 58 op 100. Ik zelf vond hem wel wat beter als dat. Ik geef hem een 40 op 50. En ook op Letterboxd geef ik hem 4 sterren en een hartje 45 op 50. Breng de totaalscore van Love and Monsters uit op een 793 op 1000, oftewel een 7,9 op 10. Heb jij Love and Monsters nou gezien? Dat weet wat jij ervan vond. En dan kom eens hier beneden. En ik zie jullie graag terug in de volgende video. Mensen bedankt voor het kijken en bye bye.